60 personen hebben gisteren een bereidverklaring ontvangen voor bouwrijpenkavels op Reeberg in het district Wanica. Dit is onderdeel van het woningbouwprogramma van de overheid op Reeberg, die vorig jaar begon. Bij de lancering van het project op Reeberg vorig jaar was alles nog bos. Echter zijn de percelen voor mensen met een beschikking toegankelijk gemaakt. Mark Rommie, projectmanager van het Landelijk Woningbouwprogramma, LWBP, zegt dat op verzoek van de samenleving er binnen dit project gezocht is naar percelen die nog niet waren uitgegeven. Zodoende zijn de 60 personen gisteren blij gemaakt. Maar die natuurlijk wel toegankelijk zijn, u kunt ook zien, grenspalen zijn er al. Eigenlijk alles is er al. Het Landelijk Woningbouwprogramma heeft ook faciliteiten. Toch is op desani AHP 7% lening. Maar net voor deze takkie, je moet je papieren in orde maken. Want met uw bereidsverklaring alleen kunt u geen gebruik maken van die faciliteiten. Dus ga je BV aanvaarden. Doe je dingen die je moet doen. Doe het zo snel als mogelijk. Eigenlijk mijn advies aan u, doe het de komende maand. Zodat u ook nog kunt gebruik maken van die faciliteiten die er zijn. Want ons doel is volgend jaar, eerste kwartaal, willen we beginnen met de woningbouw hier op Reeberg. En we willen ook graag dat u erbij hoort. Minister van Openbare Werken, Riyad Noor Mohammed, zegt dat de regering het leven van honderden mensen in een paar maanden heeft veranderd door het bouwrijp maken van kavels. President Chandrika Prasad Santokhi merkte op dat duizenden personen in aanmerking zijn gekomen voor een perceel. Echter waren deze gebieden niet toegankelijk gemaakt. Want dit project is in een paar maanden bouwrijp gemaakt, onvoorstelbaar. En vorige week, inderdaad twee weken terug, hebben de mensen groen licht gegeven dat ze per 1 november, en dat geldt ook voor u hoor, de 60 mensen, u mag vandaag beginnen te bouwen. Natuurlijk als u nu voorwaarden voldoet, bouwvergunning, maar inderdaad, uw leven is veranderd. Een belangrijke stap, ik ben helemaal eens daarmee. We zijn in korte tijd, is de regering bezig 2500 kavels op deze manier bouwrijp te maken. En ik geloof het niet. Maar er is ook een project waar mensen 30 jaar terug beschikking hebben gehad. Ook hun leven wordt in een paar maanden, een paar uren veranderd. Want binnenkort, ik denk in december, zullen ook hun uitgenodigd worden op OW. U mag de volgende dag beginnen te bouwen. Iets wat ze misschien nooit in hun leven hadden verwacht. Het eerste wat we moesten doen is, geef die mensen toegang. En terecht is er hier gezegd, het was bos enkele maanden geleden. Nu is er toegang. En niet een gewone toegang, een boropassie. Nee, een goede weg. Met riolering, met nutsvoorzieningen, die allemaal gaan komen. En het is niet alleen hier. Het is ook daar, de Purwadadi. Het is ook daar, de Merveilleweg. Het is ook daar de Pepperpinweg. Het is ook daar in Kommerwijnen, op Voorburg. Het is ook daar in Kommerwijnen, Richelieu, waar we binnenkort gaan starten. Het is ook daar in Saramaka bij Fai, waar we binnenkort gaan starten. Het zal goedgekeurd. Het is ook daar in Nikeri, bij Hazar, is goedgekeurd. Meerdere plaatsen. Waar mensen uiteindelijk niet alleen een perceel krijgen, maar ook de mogelijkheid krijgen om een woning te bouwen. President Santokhi moedigde de begunstigden aan om de kansen te benutten die de regering biedt, zoals het Affordable Housing Project en de 7% hypotheeklening om hun eigen woning te realiseren.